Vandaag gaan we weer een oefening voor de bicep doen. Voor deze jongens. Ook met shirt aan zijn ze impressive. Ik weet het. Oké, tof dat je weer kijkt. We gaan dus weer een oefening doen voor de bicep. Vandaag doen we het met de bar. Daar heb je twee verschillende in. Je hebt de Z-bar. Dat is deze. Die is wat makkelijker beet te pakken. En je hebt natuurlijk gewoon je rechterbar. Daar kan hij ook mee. Wat is nou het verschil? Is er eigenlijk niet. Het is gewoon net welke je het lekkerste vindt, welke je het liefste gebruikt. En dat is bij mij de Z-bar. Dus ik doe vandaag de bicep curl met de Z-bar. Wat heel belangrijk is, is dat je hem gewoon goed stevig beet pakt. Ja, met optillen ook weer je rug recht. Je probeert je ellebogen tegen je lichaam aan te houden en je gaat rustig omhoog. En je houdt je rug recht. Heel belangrijk. Niet helemaal uitstrekken, niet helemaal, maar wel een beetje goed beet houden. En dan ga je omhoog. Hop. En rustig naar beneden. Je kan wat sneller omhoog en wat rustiger naar beneden. Probeer als je omhoog gaat wel uit te ademen. En naar beneden in. Als je kijkt naar dat vocht op het dienblad, zie je geld dat ik zelf net verdiend had. In de klop met de boys van de freaknacht. Deze oefening is natuurlijk goed voor je bicep, onderarm en ook pols. Hou hem stevig beet. Als je boven bent, knijp even. Hop. En rustig naar beneden. Knijp even, goed in die stang knijpen. Dus, je knijpt goed in die stang en je komt omhoog. En rustig. Ja? Elleboog tegen je lichaam aan. Hop. Heel belangrijk is dat je het rustig doet weer. Dus, hop. En dan ga je rustig naar beneden. Sneller en rustig naar beneden. Ja? Hou je ellebogen net iets voor je heup of weer tegen je lichaam aan. En probeer ze niet, dus dit. Want dan is het veel te zwaar. Ik zie een heleboel mensen dit in de sportschool doen. Pak het gewoon wat lichter. Doe het lekker rustig aan. En doe de oefening goed. Dus je gaat weer staan en rustig omhoog. Knieën licht gebogen. Adem uit. Belangrijk is dat je je rug dus recht houdt en ten alle tijde controle. Je mag best wat rustiger naar beneden. Maar hou je ellebogen tegen je lichaam aan en je schouders ietsje naar achter. Advies, echt waar, pak nou wat minder en doe de oefening gewoon goed. En lekker relaxed. Het hoeft niet allemaal rammen, veel gewicht. Chill, dan groeit je bicep vanzelf. Er valt natuurlijk over deze oefening niet super veel te vertellen. Maar hij is wel heel lekker. Het is een redelijk simpele oefening. Duurt niet heel lang. Maar het is uiterst essentieel dat je hem goed en rustig doet. Ik moet eigenlijk nog even door als ik heel eerlijk ben. Ze lijken van dichtbij toch iets kleiner. Kunnen we eruit knippen toch? Shit, ik dacht echt dat ze groter waren.